Het is nog spannend hoe de toekomst van Nico Hulkenberg eruit komt te zien. De Duitser mikt op een terugkeer in de Formule 1, maar bij welk team kan hij terecht? Gunther Steiner, teambaas van Haas, geeft aan dat hij onlangs nog heeft gesproken met de Hulk. Team van Haas heeft niet al te lang geleden beide coureurs de laan uitgestuurd. Dat betekent dat er voor het seizoen van 2021 twee stoeltjes beschikbaar zijn bij het Amerikaanse team. Steiner heeft al gehint op komst van jonge coureurs, wat kan betekenen dat er maar liefst twee Formule 2 coureurs zullen doorstromen naar het team van Gene Haas. Teambaas zou mikken op jonge coureurs zodat ze in 2022 er helemaal voor kunnen gaan. Er lopen op dit moment ook nog twee oudere coureurs met meer ervaring door paddock zonder contract voor 2021. Eén daarvan, Nico Hulkenberg, heeft dit jaar overigens ook geen contract gehad, maar gooide wel hoge ogen tijdens zijn invalbeurten bij Racing Point. Sergio Perez is de tweede coureur die op dit moment nog zonder team zit voor 2021. Nico zou echter wellicht wel interessant zijn voor Haas. Eerst kijken we naar alle opties en dan pas gaan we onderhandelen. Ik denk dat Nico in de Formule 1 zeer gerespecteerd wordt en iedereen weet wat hij kan. Maar we moeten eerst als team weten welke richting wij op willen, vertelde Steiner. De 55-jarige teambaas houdt alle opties voorlopig dus nog open, maar de komst van de Hulk sluit hij ook zeker niet uit. Ik heb de afgelopen weken nog contact gehad met Hulkenberg en zijn management om toe te lichten wat we willen, wat zij willen en of er een samenwerking in zit, besluit de teambaas van Haas. De FIA heeft de regels aangeschermd naar aanleiding van de kopieercontroverse van Racing Point. Vanaf 2021 mogen de teams geen gebruik meer maken van 3D-camera's en andere speciale software waar onderdelen mee nagemaakt kunnen worden. De roze Mercedes van Racing Point heeft de gemoederen dit seizoen behoorlijk bezig gehouden. De renstal van Lawrence Stroll verscheen tijdens de wintertesten in Barcelona met een auto op de baan die wel erg veel weg had van de Mercedes van afgelopen jaar. Toen Sergio Perez en Lance Stroll tijdens de openingsfase van het huidige seizoen ook nog eens het ene na het andere goede resultaat binnenhaalden, begon de concurrentie zich af te vragen in hoeverre de RP20 eigenlijk een legale kopie is. Het resulteerde in een protest van Renault richting de breakducts van Racing Point. Uiteindelijk bleek dat Racing Point deze breakducts inderdaad op niet-legale wijze had overgenomen. De formatie kreeg hiervoor een boete van €400.000 opgelegd en moest 15 WK-punten inleveren. Renault besloot tegen dit verdict in hoger beroep te gaan, omdat Racing Point de breakducts wel mocht blijven gebruiken. Na wat gelobby van met name Mercedes-teambaas Toto Wolff trok de Franse fabrieksformatie dit beroep later echt weer in. De FIA die heeft nu woord gehouden en ze zullen de regels gaan aanscherpen. Dat hebben ze inmiddels dan ook wel echt gedaan. Vanaf 2021 mogen de teams namelijk geen gebruik meer maken van 3D-camera's en andere kopieersoftware, zo weet Formule1.nl. Mocht de FIA vermoeden dat de teams zich niet hieraan houden, zal er een onderzoek geopend worden. En goed, dat was hem dan, de nieuwsspecial van vrijdag 6 november. Vond je dit nou een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe social wall hier op GP Fans. Hoi!